Goedemiddag. U kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza opgemaakt op 25 augustus, dinsdagmiddag. Het is wisselvallig weer de komende dagen en dat was vandaag ook al te merken. We zagen vandaag af en toe eventjes de zon, maar inmiddels is de bewolking toegenomen en vanuit het zuidwesten is het gaan regenen. Die regen die lag vanochtend nog voor de Franse kust, maar heeft dus inmiddels Nederland bereikt. En die regen die trekt dan vanavond over het land. Vannacht wordt het dan weer overal droog. Morgen is het vrij warm, maar in de loop van de middag ontstaan er wel een aantal buien. En die buien die trekken dan met name in de avond over het land naar het oosten weg. Het kunnen zware buien zijn, met kans ook op hagelonweer en windstoten tot zo'n 90 km per uur. In de nacht van woensdag op donderdag wordt het dan weer wat rustiger, maar het blijft wel overwegend bewolkt. En donderdag overdag zijn er dan ook perioden met regen. Een nieuw neerslaggebied dat bereikt ons later in de middag komt vanuit het zuidwesten binnenschuiven en dan kan het ook lokaal flink gaan regenen. En vanavond dus ook af en toe regen. Bij temperaturen zo rond de 17 tot 18 graden zat een matige tot krachtige wind uit zuidelijke richtingen. In de loop van de nacht wordt het vanuit het westen wel wat droger. De temperatuur die daalt dan naar zo'n 15 tot 16 graden, blijft dus vrij hoog. De wind die zwakt ook iets af. Morgen. Is er af en toe zon, zeker in het eerste deel van de dag en ook het eerste deel van de middag. Maar er gaan ook buien ontstaan in het tweede deel van de middag. En die buien die trekken dan in de avond van west naar oost over het land. Het zijn stevige buien met kans ook op hagel, onweer en zware windstoten tot zo'n 90 km per uur. De temperatuur is overigens in de middag wel flink opgelopen, in het zuiden van het land tot boven de 25 graden. En dan de dagen erna. Nou, zoals gezegd, de buien die trekken weg van woensdag op donderdag naar het oosten. Maar donderdag is er dan wel veel bewolking en er zijn perioden met regen. Met name in het tweede deel van de dag regent het stevig door. De temperatuur komt niet veel verder dan 18 of 19 graden. Vrijdag is er wat meer ruimte voor de zon. De middagtemperatuur ligt dan rond de 20 graden. Lokaal kan er nog wel een enkel buitje vallen. En op zaterdag wordt het weer wat warmer. Vooral in het zuidoosten van het land kan het zomers warm worden. In de avond en nacht is er in het westen van het land wel kans op een enkele bui. Zondag ook nog hoge temperaturen. Vooral in het midden en het zuiden van het land nog wat temperaturen rond de 25 graden. Misschien zelfs nog wel wat warmer. In de avond volgen er dan een aantal onweersbuien. En volgende week is het minder warm en ook licht wisselvallig. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza.